Hallo, ik ben Celine en ik doe aan turnen. Nieuwe schoenen kopen is voor mij moeilijk omdat mijn grotere teen groter is dan mijn andere teentjes. Gelukkig weten Footy en Dr. Pot alles over voeten. Vandaag geven ze tips over de juiste schoenen kiezen, want ze kregen een pijnlijke voetenalarm. Heb je vaak pijn aan je voeten? Dat is niet normaal. Misschien ligt het probleem aan je schoenen. Weet dat bij elke sport een specifieke schoen hoort. Een wielrenner kan niet fietsen met basketbalschoenen aan. En een ballerina danst toch ook niet op spikes? Als je twijfelt over het soort schoen dat bij je sport past, vraag dan raad aan een podoloog of je coach. En trek pas daarna naar de sportwinkel. Wacht, wacht, niet zo snel. Schoenen kopen doe je best in de namiddag. En beter niet als het heel warm is. Bovendien moet je een beetje voorbereid zijn. Zo neem je de sokken of kousen mee die je altijd gebruikt bij het sporten. Je voetbalkousen of tennissokken bijvoorbeeld. Die moeten goed zitten in de lengte en in de breedte. Draag je correctiezolen, dan moet je die ook meenemen naar de winkel. Zo kent de verkoper meteen de juiste maat. Hoef je geen corrigerende zolen te dragen, maar wil je zeker zijn dat je de juiste schoenmaat kiest, dan is dit een handig hulpmiddel. Neem een stevig stuk karton, groot genoeg om er je twee voeten op te plaatsen. Zet één voet op het karton en teken met een stift de omtrek van je voet. Doe nu hetzelfde met de andere voet. Knip beide vormen uit en neem ze mee naar de winkel. Leg de vorm in de nieuwe schoen. Ligt de vorm vlak en kan hij niet verschuiven, dan heb je de juiste maat gevonden. Natuurlijk moet je de sportschoen ook echt passen en dat doe je zo. Trek je sportkous of sportsok aan. Schuif je voet in de schoen naar voren tot je tenen de rand raken. Als je achteraan je wijsvinger tussen je hiel en de achterkant van de schoen kan steken, dan heb je de juiste maat gevonden. Heeft je vinger geen plaats, dan is de schoen te klein. Kan je meerdere vingers in de schoen steken, dan is hij te groot en zal je de schoen verliezen. Voor de voetballers onder jullie, als niet de bal, maar de schoen in het doel belandt, nee, dan heb je niet gescoord. Is de lengte juist? Voel dan even naar de breedte van de sportschoen. Hij mag niet te smal, maar ook niet te breed zijn. In beide gevallen loop je het risico om blaren te krijgen. Is de breedte zoals het moet, dan is het tijd om de kwaliteit van de schoen te controleren. De hiel moet stevig zijn. De schoen moet plooien ter hoogte van de voorvoet en zeker niet in het midden. En een schoen is geen dweil, je mag hem dus niet kunnen uitwringen. Voldoet de sportschoen aan alle voorwaarden, dan heb je het juiste exemplaar gevonden. Nog een laatste goede raad. Je schoenen moeten vast om je voeten zitten. Daarvoor trek je de klittensluiting aan en plak je hem op de juiste plaats. Of je trekt je veters aan. Niet te strak, maar ook niet te los. Heel handig zijn de elastische veters met snelsluitingen. Daarmee blijven je veters altijd geknoopt. Zo, je bent klaar om te sporten met de juiste schoenen. Dankjewel Footy en Dr. Pot voor de gouden tips. Ik heb mijn kartonnen zooltjes alvast klaar. Nu is het aan jullie. Tot een volgende keer. Daag!